Goeiedag. Ja, nieuwe 10-daagse weersverwachting. Het is winter in Nederland. U zult dat misschien wel gemerkt hebben. Winterse buien. En soms echt wel hevige winterse buien, hoor. En dan ziet het er zo uit. Sneeuwval, natte sneeuw, soms ook hagel. Het zorgt ook voor gladheid af en toe. En van dit weerbeeld zijn we voorlopig ook nog niet af. Ik heb nog zo'n plaatje hier in Ede, in Gelderland. Daar viel ook sneeuw. Het valt verspreid in het land. Er zijn ook plekken waar nog geen sneeuw is gevallen. Het zijn buien, hebben altijd een lokaal karakter. Ja, winters weerbeeld, dan vind ik het toch eventjes leuk om hier weer bij stil te staan. Want het is bijna zover, de winterverwachting. Mijn collega Jeroen is nog druk bezig met vormgeving te maken. Hier kunnen we dat leuk zien. Die winterverwachting die we op onze eigen manier gaan presenteren. Gaan we met het hele team doen. Zondag 24 november is het zover. Het is leuk als u abonneert, hè, want dan krijgt u een seintje als die verwachting on-air gaat. En duimpjes mag natuurlijk ook altijd. Goed, winterweer in Nederland. En dat komt omdat we aan de koude kant van de straalstroom zitten. Dit is de straalstroom, band met hoge windsnelheden op zo'n 10, 11 kilometer hoogte. En die ligt ten zuiden van ons, die as. En dat betekent dat wij hier aan de koude kant zitten. Koude lucht vanuit het noorden kan onze kant op komen. En dat, dat blijft voorlopig ook nog wel eventjes zo. Hier zien we dat. Hij zakt zelfs nog wat verder naar het zuiden. Maar dan zien we in het weekeinde dat we aan de andere kant gaan komen. En dat betekent dat we juist weer in de warmere lucht gaan komen. Dat kan ik u mooi laten zien straks. Later volgende week komen we dan weer terug aan de koude kant. Maar we zien ook dat die jetstream wat minder actief gaat worden. Dat betekent over het algemeen ook dat het weer minder actief zal zijn. Maar voor het zover is, hebben we dus wel eerst te maken met actief weer. En zoals gezegd, we zitten aan de koude kant en kunnen makkelijk winterse buien tot ontwikkeling komen. Dit is het plaatje op zo'n 1500 meter hoogte. Het blauw zien we. We beginnen met temperaturen van zo'n min 6. Er komt hier zachte lucht aan en dat passeert in het weekeinde. Zondag, maandag, dan krijgen we opeens plus 8 boven ons hoofd. En dat betekent een hele andere luchtsoort en een heel ander weerbeeld. Later zakt die temperatuur dan wel weer terug naar zo'n min 1, min 3 op dat niveau. Dat betekent ook weer dat het weerbeeld wat kouder wordt. Ik moet zeggen, die temperaturen die we nu zien op ons boven ons hoofd, dat zijn echt wel lage temperaturen voor deze tijd van het jaar. Dit is wat dat betreft wat gebruikelijker. Goed, dat is die bovenlucht. Dan gaan we ook eens even kijken naar het grondniveau. We zien het hoge drukgebied hier bij de Azoren, lage drukgebieden bij Scandinavië en die noordwestelijke stroming die dus voor die buien zorgt vanaf de Noordzee richting Nederland. Winterse buien, ik heb het al een paar keer gezegd, en dat gaat voorlopig nog eventjes door. Dit lage drukgebied dat duikt en dat gaat in de Alpen voor veel sneeuw zorgen. Vrijdag ook nog wel buienactiviteit, dan iets van hoge druk invloed en dan gaan we in die zachte lucht terecht. Komen. Dat gebeurt eigenlijk hier in de loop van zondag. Dan komt er een zuidelijke stroming. En dan moeten we zich voorstellen dat wij nu met maximumtemperaturen hebben te maken van 4 graden buiten de buien om, 5 graden misschien wel. Maar zondag gaat het naar de 16 graden lokaal. Zomaar 10, 11 graden verschil. Zeer warme lucht vanuit het zuiden. Ook maandag is die warme lucht nog wel aanwezig, maar dan later op maandag passeert er weer een storing en komen we weer aan de koude kant terecht. En dan wordt het weer wel wisselvallig en dan is de vraag een beetje in hoeverre hoge druk nog ons weer gaat bepalen in de loop van de week. Dit ziet er vrij rustig uit, activiteit op de oceaan. Ja, dat zou kunnen betekenen dat in de loop van de week, volgende week, die neerslagkansen wat kleiner gaan worden. Goed. De winterse buien. We hebben het er al een paar keer over gehad. Gladheid was vandaag ook al aan de orde. Nou, vanavond, vannacht en ook morgenochtend houdt u er maar rekening mee dat het soms glad kan worden door sneeuw. Maar vannacht gaat de temperatuur ook dalen tot onder het vriespunt hier en daar. Min 1. En dan kan het ook nog door bevriezing glad worden. Vandaar al die waarschuwing code geel in verband met gladheid. In heel het land zijn overigens nog steeds die winterse buien mogelijk, hoor. Ook komende nacht is dat het geval. Frequentie lijkt wel iets minder te worden. Morgen overdag nog steeds een stevige west- tot noordwestenwind. Temperatuur overdag 3 tot 6 graden. Het wordt een kille dag over het algemeen. Maar er is wel wat meer ruimte voor de zon. En als de buienactiviteit meevalt, ja, dan is het toch net even wat aangenamer. Maar goed, ook winterse buien gaan er weer overtrekken. Vrijdag nog steeds hetzelfde weerbeeld, maar dan wel in de loop van de dag wat meer hoge druk invloed, denk ik, vanuit het zuiden. En dan zou die buienactiviteit iets meer gedrukt kunnen gaan worden. Temperaturen tussen de 4 en de 7 graden. En dan waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Goed, dan gaan we de pluimen erbij pakken.
U weet nog wel, die zeer zachte lucht vanuit het zuiden. Kijk eens naar die windrichtingen, kunnen we mooi laten zien. De eerste dagen, dat geel en dat oranje, dat betekent zuidwest tot westenwind. En dan daarna zuidenwinden in het weekend op zaterdag en zondag. En dan gaat die temperatuur flink stijgen met op zondag dus die maxima van zo'n 16 graden hier en daar. Daarna passeert dat storingje weer en dan gaat die wind weer draaien. En dat zien we dan ook terug. Dan krijgen we meer de noordoost tot oostenwinden. En dat zou kunnen betekenen ook dat we wat meer hoge drukinvloeden gaan krijgen. En dat kunnen we misschien ook wel terugzien aan de neerslagprognoses. Want de eerste dagen met die buien is het natuurlijk nog erg nat. Maar vanaf volgende week, dinsdag en de dagen erna, lijkt die neerslagkans echt wel een stuk kleiner te worden. Er zit nog best wel wat variatie in, hoor, wat onzekerheid. Maar het lijkt wel wat minder nat te gaan worden. Ja, dan nog even die temperatuurpluim, omdat dat er zo indrukwekkend uitziet. Eerst die lage temperaturen, woensdag, donderdag, vrijdag. En dan op zaterdag gaat die temperatuur stijgen. En dan zitten we hier aan die 15, 16 graden. Daarna daalt die temperatuur weer. En die hoge drukinvloeden, dat zien we ook nog op een andere manier terug. Want kijk eens hier, temperaturen steeds rond het vriespunt. Als het een heldere nacht wordt, of misschien alleen brede opklaringen, dan kan die temperatuur dalen tot onder het vriespunt. Kortom, de komende 10 dagen zien we wel weer wat veranderen. Eerst nog die buienactiviteit, dan in het weekend opeens die zachte lucht. En volgende week geleidelijk aan wat droger met temperaturen die normaal zijn voor deze tijd van het jaar. Nog een fijne dag.